Mondriaan vertrekt naar New York vanuit Londen op 23 september 1940. Ja. Maar, en heette die toen nog Mondriaan met die dubbele A? Nee, dat is in zijn Parijse periode heeft hij die A eraf gehaald. Ah, ik dacht dat dat eigenlijk in New York dat hij dat nee, was hij heeft dat, maar hij eerder heeft, al. Hij heeft dat al eerder gedaan. Fransen hadden ook moeite met Mondriaan te zeggen. Ik heb op Franse sites gezocht. Ja. De grootste site is Gallica. Daar vind je van alles op het gebied van de Franse archieven. Ja. En als je daar met Mondriaan met dubbel A zoekt, ja, krijg je veel minder hits dan met één A. In Amerika kun je heel snel die naam veranderen. Hier in Nederland gaat dat bij koninklijk besluit en een hoop poespas. En daar betaal je gewoon even wat en dan heb je je naam veranderen. En of die dat überhaupt heeft gedaan, weet ik niet. Nou ja, ik was bij zijn graf en er staat echt Mondriaan met één A. Dat is echt Mondriaan. Ja.